omgaan met extreem weer in Zuidoost-Drenthe en Noordoost-Overijssel. We merken allemaal dat het klimaat verandert. Dit horen we in het nieuws, maar zien we ook in onze eigen omgeving. Extremere weersomstandigheden zijn het gevolg van klimaatverandering. Aan de ene kant proberen we ervoor te zorgen dat de situatie niet erger wordt. Aan de andere kant moeten we met de effecten van het veranderende klimaat leren omgaan. Denk aan droogte, wateroverlast en hitte. Het groene landschap van Zuidoost-Drenthe en Noordoost-Overijssel is afwisselend. Met hoger gelegen zandgebieden rondom de Hondsrug, het lager gelegen Beektalgebied en voormalig veengebied. De hoge zandgronden en veengebieden zijn kwetsbaar voor langdurige droogte. Alle gebieden zijn gevoelig voor wateroverlast. En dorpen en steden hebben steeds vaker last van hittestress. Daar moeten we ons op voorbereiden. Dat vraagt om samenwerking tussen inwoners, bedrijven, landbouw, natuurorganisaties en overheid. Niemand kan dit alleen oplossen. We hebben elkaars ideeën nodig. Welke risico's vinden we bijvoorbeeld acceptabel en welke niet? Voor welke maatregelen staan we open? Niet alles is op te lossen. Sommige effecten moeten we accepteren. Door in gesprek te gaan, komen we samen tot een plan om beter voorbereid te zijn op extreem weer. Maatregelen hebben ook andere voordelen. Een groen speelplein is bijvoorbeeld niet alleen koeler, maar ook mooier en leerzamer. En een groen dak vangt water op en isoleert tegelijkertijd uw woning. Dus laat u niet verrassen en denk ook mee. Ga naar www.laatunietverrassen.nl en praat mee. Wilt u direct in actie komen? Dat kan ook. Op de website vindt u tips om zelf aan de slag te gaan met klimaatmaatregelen.